van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Profile hier op 7 Ditches TV. Bij mij in de stoel Marnix Pauwels. Marnix, van harte welkom. Dankjewel. Copywriter officieel, maar met name ook iemand die twitteren tot een soort kunst verheven heeft, vind ik. Dankjewel. Ja, die heb je gewoon binnen nu al. Compliment. Alleen, ik ben in mijn voorbereiding ben ik even gaan tellen. En in één keer zag ik, nee hoor, 138.000 tweets of zoiets. En toen zag ik, join Twitter since April 2009, geloof ik. Dus ik snel gerekend op het telmachientje. Toen kwam ik op ongeveer 70 tweets per dag. Ja. Wat is Twitter voor jou? Nou, dat het er maar 70 zijn, klopt omdat ik ook moet slapen af en toe. Waarschijnlijk bedoel je dat niet. Nee, dan zou het er nog meer zijn wezen. Ja. Ja, en dat zijn er best veel. Ja, dat snap ik dat je dat bedoelt. Ja. Ik denk als je een scorelijstje in Nederland zou maken van Nederlandse twitteraars, dat jij wel in de top zit qua aantal. Ja, heb je alleen mijn de mensen die of de posts die één kant op gaan, of heb je ook mijn reacties op mensen en mijn conversaties? Nee, ik heb gewoon op jouw profile staat dan jouw number of tweets. Ja, en dan omdat ik heel erg veel, ik heb heel veel interactie ook met mensen. Dat klopt. Dat heeft iemand een keer uitgerekend. Het was bijna 80% of zo van al mijn tweets. Hoe noemen ze dat ook weer? Dat is je, dat is een rate, een betrokken. Conversation rate? Ja, whatever. Ja. Ja, dus je bent wel heel interactief bezig. Maar wat betekent Twitter voor jou? Ik vind het een heel prettig platform om de ontwikkeling die ik doormaak in mijn leven te delen. Daar komt het eigenlijk op neer. En waarom wil je dat delen? Omdat ik een exhibitionist ben, natuurlijk, als eerste. Ten tweede is het denk ik dat ik heb best een hoop meegemaakt in mijn leven. En daar heb ik een hoop van geleerd. En ik denk dat ik een aantal universele dingen geleerd heb waar mensen ook wat aan hebben. En uit de reacties en de gesprekken die ik met mensen heb, blijkt dat het ook wel vaak zo is. Dus het is mijn minimale bijdrage aan een betere wereld, denk ik. Heb je wel eens de behoefte gehad om het te bundelen of zoiets? Of om het in een bepaalde vorm te gieten, los van zeg maar, de timeline? Ja, zeker. Ja. Ik heb natuurlijk, je hebt mijn tweets een beetje bekeken, dus ik heb ik heb niet geslapen de laatste drie weken. Ja. Sorry voor ik dat. Ik heb 138.000 gelezen. Ik zal een week niks doen, dan kun je bijkomen. Ja. Nee, ik heb een serie over de mier en de vlinder bijvoorbeeld. Dat zijn mijn filosofische fabeltjes. Ja. Daar gaat een boek van verschijnen. En dat was eigenlijk omdat ik dacht, die tweets, er zijn heel veel mensen die vragen, is dat daar zo'n boekje? En ik dacht, nou, dat is heel simpel. Ik kan dat zelf via online publishen, kan ik er zelf een boekje van maken. Toen kwam ik met een uitgever in contact en die vond het superleuk en die wil daar ook echt zijn best voor gaan doen. En toen ben ik ook langere verhaaltjes gaan schrijven. En voor de rest is het is natuurlijk gewoon, ik klots er allemaal uit. Het gaat allemaal vanzelf en een verdienmodel vind ik niet zo heel interessant. Dat zou ook voor het boekje gelden. Dat zou ongetwijfeld niet een tweede De Kracht van het Nu of een boek van Kluun of noem maar een andere bestseller worden. Maakt me niet zo heel veel uit. Ik denk dat het heel veel voor veel mensen bepaalde opluchting, bepaalde herkenbaarheid, een bepaalde weet ik veel, vrolijkheid, blijdschap kan bieden. Ja. En dat vind ik oké, dat is voor mij genoeg. En niet alleen vrolijkheid, vind ik. Even voor de duidelijkheid voor de mensen die kijken, @MarnixAmsterdam. Als mensen nu al zenuwachtig worden na drie minuten, ja, maar welk Twitter-account? Anders kunnen ze je googlen, maar @MarnixAmsterdam. Want Marnix Pauwels kom je eigenlijk, als je, ja, het is @MarnixAmsterdam. Mm-hmm. Is het. Er zit ook een soort, je zei net al, heeft dat ermee te maken heeft, want ik heb heel veel meegemaakt, zei je net. Ja. Dat is nergens iets over te vinden, maar er zit een zwaarmoedigheid in jou, op een of andere manier. Ja. Klopt dat? Nou, het is maar net hoe je het noemt. Ik voel me eigenlijk heel erg licht sinds een tijdje. Ik ben mijn hele leven wel zwaarmoedig geweest. Depressief. Okay. Zeer. Heel erg. En allemaal van die dingetjes. Ik heb heel veel. Maar je hele leven, zeg je? Ja. Vanaf dat je je kan herinneren? Ja, vanaf dat het er een beetje toe deed. Dus ik denk vanaf mijn 15e of zo. In de puberteit begon dat? Ja. Ja. Maar echt depressief. Ja, maar zo, professioneel. Echt wereldkampioen. Maar suicidaal ook. Ook, ja. Ja, ja, en het werd steeds erger. En wat je vaak ziet, is mensen die wereldkampioen, zegt hij ook. Ja. Nou ja,
Dat zou je ook wel zien. Ik zit er niet mee. Het is een onderdeel van mij. En het is het feit dat ik heel depressief ben geweest. Die triggers heb ik nog wel. Alleen het loopt niet meer uit de hand. Maar je gebruikt medicijnen ook om het in een beetje... Nee, ik gebruik maar niks. Is het over? Ja, het is over. Ja. Oh, dat is een hoopvol verhaal. Ja, nou ja, dat is precies waar ik... Dat is mijn drijfveer. Dat is waar maar hoe kan dat? Omdat alles kan. Tenminste, niet alles kan in de zin van alles is mogelijk. Dit is gewoon een mogelijkheid. Dat iemand er heel veel last van heeft. En dat het op een gegeven moment stopt. Want toen je het zo erg had, wat deed je daaraan? Drinken. Drinken. Blowen. Alles roken, om... Ja, ja. Verstoppen. Nee, ik was toen ik... Ik ben het grootste gedeelte van mijn leven ben ik zwaar verslaafd geweest aan die dingen die ik net noemde. Puur omdat ik kon gewoon niet dealen met de neerslachtigheid, met de ellende in mijn hoofd, met de verwijten in mijn hoofd, met de schaamte. Wat doe je dan? Sommige mensen die knallen daar doorheen en die hebben er dan geen last meer van. Veel mensen negeren het en andere mensen gaan gebruiken. En ik ging gebruiken. Dat was eigenlijk mijn truc, mijn redmiddel. Mm. Het probleem van gebruiken is natuurlijk dat alles wat je tot je neemt om niks meer te hoeven voelen, daar moet je steeds meer van nemen. En wat je verstopt, wordt steeds zwaarder en steeds groter. Dus het is niet te doen. Het is niet vol. Nee, als je dat volhoudt, dat heet volgens mij dood uiteindelijk. Uiteindelijk wel, ja. Dus dat is ook... En ik ben op 22 oktober 2012 ben ik gestopt met alles wat ik gebruikte om te vluchten voor het leven. Dat is nog redelijk recent. Ja, dat is iets langer dan 2 jaar geleden. Ik weet het heel goed nog. Want? Omdat ik toen waarschijnlijk op dat moment al zeker wist dat het klaar was. Daarom heb ik het denk ik onthouden. Het was een historische datum. Ik denk dat ik op dat moment opnieuw ben gaan leven. Dus eerst heb ik een fase gehad die niet cool was. Hè, ik was een beetje naïef. Ik dacht, als ik stop met gebruiken, dan ga ik me ontzettend goed voelen. En fris en fit en dan kan ik alles aan. Nou, uiteraard was het tegenovergestelde was waar. Want toen ik stopte met dempen... kwam alles wat ik ooit verstopt had, kwam naar boven. En niet zozeer letterlijk, niet zozeer dat ik allemaal problemen van vroeger voelde. Het was gewoon één gitzwarte, kolkende, loodzware massa van ellende. Dus dat ging al redelijk snel heel slecht. Dus toen heb ik het idee opgevat om mezelf gelukkig te maken. Ik geloofde toen nog in de maakbaarheid van het leven... En ik dacht, nou weet je wat, ik ga boeken lezen en ik word de geluksmakelaar van Nederland. Eerst ga ik mezelf gelukkig maken en daarna ga ik dat iedereen vertellen hoe dat moet. Dus ik ben allemaal boeken gaan kopen over geluk en over boeddhisme en taoïsme. En allemaal dingen van heel plat neurolinguistisch programmeren tot filosofischer, tot mindfulness. Allemaal die dingen. Het bizarre was dat ik na een paar maanden, toen ik van mijn verslavingen aan het afkomen was, zat ik op een gegeven moment thuis. Ik werkte toen niet meer. Ik deed niets anders dan lezen. Ik had nergens anders energie voor. En ik keek om me heen. En toen was ik verslaafd geraakt aan boeken. Dus ik had overal boeken. Ik moest ineens boeken. Dus ik heb in mij zit een neiging om iets mateloos te doen. Nou, kennelijk is Twitter nu het enige wat daarvan over is gebleven. Ik boeken vind het relatief meer. Onschuldig. Boeken ook niet meer? Nee. Dat was ook iets. Op een gegeven moment was ik aan het lezen. En toen merkte ik dat ik gewoon bijna fysiek... dat de letters die ik tot me nam... er gewoon aan de bovenkant weer uitkwamen. Dus ik zat vol. Het was klaar. Er was geen ruimte meer in mijn hoofd. Maar wanneer merkte je dat zwarte gevoel... of dat die depressiviteit zeg maar weg was? Dat was 2012. Nee, toen begon het pas. Nee, ik ben mijn hele leven depressief geweest. In vlagen. Ik ben nooit manisch geweest. Het was een constante factor in mijn leven. Alleen af en toe was het iets minder erg. En in het najaar werd het heel erg. En in de winter was het echt heel erg. En het enige wat ik deed was drinken en blowen. En daar een beetje omheen leven. Zo moet je het zien. In 2012 toen heb ik de knoop doorgehakt en ik was al eerder gestopt. Mensen die verslaafd zijn, die voelen natuurlijk aan alles dat ze niet goed bezig zijn en schamen zich kapot voor wat ze doen. Dat is ook een van de belangrijkste factoren om het in stand te houden. Hè. Je schaamte zorgt ervoor dat je je ontzettend slecht voelt over jezelf. En je kent maar één truc om er vanaf te komen, dat is weer gebruiken. Dat gaat maar door. En ik besefte me toen dat het klaar was. Het moest stoppen. En ik was een aantal keer eerder gestopt en dan een paar maanden of zo.
En kennelijk weet je van jezelf wanneer het genoeg is, wanneer het voorbij is, wanneer het echt klaar is. Het grote verschil is dat ik dan ook vanaf dat moment ben ik gaan praten met mensen erover. Ik ben het gaan vertellen. Ik ben mijn excuses gaan aanbieden voor wat ik daarvoor allemaal geflikt had. Dat doe je alleen maar als je in het reinen wil komen met je verhaal. Anders, als je stopt en je bent verslaafd, dan is het vaak een soort cosmetisch stoppen. Dan is het naar de buitenwereld toe. Dan zeg je van ja, en ik gebruik het wel veel, ik doe het niet meer. Dan ga je niet helemaal door het stof. Ik ben naar de AA gegaan, een paar maanden. Nou, was ik na 4, echt heel goed fenomeen. Maar na 4 maanden, 5 maanden was ik daar gewoon klaar. Toen kon ik daar niks meer leren. Omdat AA legt wat mij betreft te veel de nadruk op het middel waar je verslaafd aan bent. Iedere dag opnieuw. En ik denk dat dat een recept is voor eindeloze afhankelijkheid. Juist. Als je iedere dag erkent dat je een slappeling bent en niks met de drank kunt, dan wordt dat een te belangrijk thema in je leven. Ja. Alcohol speelt in mijn leven op dit moment totaal niet. Dat is al zeker een jaar zo. Je kan naast mij nu gaan drinken en eigenlijk zie ik het niet eens. Het boeit me niet. Ik ben zo tevreden met hoe fris ik tegenwoordig ben en hoe nuchter ik ben. En het feit dat ik de klote dingen in het leven gewoon niet verstop, maar dat ik ermee deal. Aan wie heb je allemaal excuses aangeboden? Mensen van mijn werk. Bij mijn bedrijf hebben mensen me heel erg de hand boven het hoofd gehouden. Als je verslaafd bent, en zeker zo erg als ik, ben je een grote leugenaar. En je bent je haakt af. En je gaat manipuleren. En ik had het geluk dat ik heb zoveel talent van huis uit in wat ik doe. Met dat reclame dingen en met het schrijven. Dat zelfs als ik op 15% functioneer, is het nog wel oké. En ik ben ontzettend uit de wind gehouden door mensen op mijn werk. Door mijn vrienden die daar werken. Want je bent partner ook in Woedend? Ja. En Woedend ging, laten we even dan 2000 opgericht. Dat is een waanzinnig succesvol verhaal, hè? Ja. Ik bedoel, echt een topbureau, waanzinnige klanten. En daar als partner, hoe lang is dat? Dat is dus heel lang goed gegaan. Of goed, men accepteerde het. Ik weet niet, het is een wonder dat... ik moet zeggen dat ik was heel erg blij verrast door de ontzettende positiviteit waarmee ik iedere keer... omarmd ben daar, maar vooral ook toen ik uiteindelijk naar buiten kwam ermee, toen ik vertelde, oké, jongens, het is niet een klein probleempje, dit is echt, zit gewoon in iedere vezel van mijn lijf, deze afhankelijkheid. Ik had gedacht dat ik veel scepticis en veel negativiteit zou ontmoeten, en het tegendeel was waar. Dus mensen binnen Woedend hebben mij... We hebben dat natuurlijk wel met z'n allen omheen leren werken. Dat is natuurlijk ook zoiets, weet je wel. Iedereen wilde wel het beste van maken. Dus als ik er was, deed ik ook wel mijn best. En ja. Ik kan op dat gebied gewoon nou eenmaal veel. Dat is gewoon een talent. Ja, dat krijg je. En dus ik heb wel super, super coole dingen altijd bedacht. Alleen er waren tussendoor altijd periodes. Dan was ik gewoon thuis en dan kon ik niks. Dan was ik alleen maar bezig met dempen en verdoven en niet hoeven voelen. Ik moet zeggen dat ik niet non-stop lam was of zo. Ik was overdag nooit dronken, dat deed ik niet. En godzijdank heb ik altijd het vermogen gehad om dat naar de avond te verplaatsen. Ik heb bovendien lange periodes gehad dat ik weinig dronk. Het kostte me heel veel energie, dat wel. Zeker als ik met belangrijke dingen bezig was, Het liep dus nooit door mijn werk heen. Maar ja, het zat wel in mijn systeem. Het zat in mijn achterhoofd. Ik bedoel, als ik naar huis ging, was het wel... Ik kan weer... Je hebt kinderen ook, hè? Ik heb een dochter, ja. Je hebt een dochter. Woonde die bij jou? Woont die bij jou? Om en om. En hoe ging dat dan? Bij mij. Hoe dat ging? Want die is nu puber, las ik zo door je timeline heen. Ja, Mila is nu 13, sinds een paar maanden. Dochter 13? Ja. Holy shit. En hoe ging dat? Zeg maar, Mila is een van de personen waarin ik natuurlijk wel het een en ander uit te leggen had. Alleen hoe leg je aan iemand van toen 11 uit wat er met mij gaande was. Dus ik heb dat op proberen te vertalen en ik heb het mondjesmaat, ik heb het gedoseerd gebracht en wat ze ervan snapte. Ik heb op een gegeven moment ook in begin 2013 heb ik 2 maanden in een kliniek gezeten. Omdat het zo slecht met me ging dat mijn psychiater... zag er geen gat meer in. Dus
Dat kan je nagaan. Dus als je psychiater geen geld meer in zit, dan... moet je wel de rekening betalen. Wel een uitdaging. Ja, dat is allemaal goed gekomen. Ik heb dus die afhankelijkheid. En dat is een van mijn talenten. Het negatief talent. Zo kan je het zien. Ik heb, aan de andere kant heb ik ook nog een talent. Dat is doorzettingsvermogen. Ik zie doorzettingsvermogen als iets wat je hebt of je hebt het niet. Dus ik zie nooit zwakke mensen. Daar geloof ik niet in. Ik heb doorzettingsvermogen. En dat betekende dat ik wilde werken aan mijn herstel. Dus ik wilde lezen over geluk. Ik wilde sporten. Ik wilde yoga doen. Ik ben zangles gaan nemen. Ik ben aan haptonoom gaan. Ik heb alles gedaan wat je kunt verzinnen. Buiten het ook nog eens een keer proberen te negeren van de craving die ik had om te gebruiken. En... op een gegeven moment was er niet genoeg voor mij te doen om aan mezelf te werken. Toen ben ik uiteindelijk, werd ik suïcidaal. Ik stond voor de touwenwinkel. Dat is net één stap voordat je het echt doet. Dus ik heb wel touwen uitgezocht, bij wijze van spreken. Ik ben erg van geschrokken ook dat ik zover ben gekomen. Heel duidelijk inzicht. Maar toen ben ik naar de kliniek gegaan en daar heb ik 2 maanden gezeten. En daar kon ik aan mezelf werken. Dat was fijn. Dan had ik gewoon 40 uur therapie per week. Was gewoon een werkweek aan lullen en mindfulness weer. En één op één gesprek en groepstherapie. Dat werkte voor mij. Gewoon beuken en doen. En daar is mijn dochter natuurlijk ook geweest. Ik heb ook moeten vertellen wat er aan en op haar manier snapt ze het. Je vroeg volgens mij net, hoe ging dat met je dochter als ze dan bij je was? Hè? Ik denk dat ik niet altijd een hele aardige vader ben geweest. Omdat drank was, vond ik belangrijk. Ik hou zielsveel van mijn dochter. En meer dan ooit, maar dat deed ik natuurlijk sowieso altijd wel. Dus dat zorgde er wel voor dat ik het binnen de perken hield. Maar ik merkte wel dat... Ik heb wel eens gehad dat ik dacht, nou, nu mag je wel naar bed. Want dan kan ik tenminste weer wat gaan drinken. Met mijn andere liefde. Ja. Heeft zij iets meegekregen van het depressieve karakter, DNA van jou? Ja, sterker nog, daar heeft ze ook een klein staartje van meegekregen. Zij is een paar jaar geleden soort op haar manier ook vrij depressief geweest. En... toen hebben we hem meteen in contact gebracht met een psycholoog. En ze had ook angsten. Ik heb ook heel lang een angststoornis gehad. Een paniekaanvallen. Echt iets van 20 jaar ook. En ik herkende dat. En in feite, ik heb er laatste stukje over geschreven ook, over die angststoornis. In feite is er helemaal geen reet aan de hand. Het is doodeng. Maar wat er gebeurt is, het is een biologische reactie die je hebt. En een reactie in je hoofd. Dat is een combinatie daarvan. Dat loopt volledig uit de hand. Scary as fuck. Echt verschrikkelijk. Maar het is niks. Als je het weet en als je het snapt. Maar ja, dan is alles niks. Klopt. Alles is ook niks. Maar het kan wel heel erg overweldigend voelen, alles. Ook niks kan heel erg overweldigend voelen. Nee, maar ik herkende dus in mijn dochter. Die begon ook die angst te ontwikkelen. En omdat ik er heel veel ervaring mee heb. Omdat ik weet dat het niet zoveel voorstelt. Alleen... Dat kan je vader wel vertellen, maar daar kan je beter met iemand over hebben waar je wat meer afstand mee hebt. Ja. Dus ze hebben het gehad over die angsten een tijdje. Ze is een tijdje in een soort therapie geweest en het was supergoed. Ze heeft er hartstikke veel gedaan. Dat soort dingen moet gewoon niet uit de hand lopen. En als je er vroeg bij kunt zijn, dan hoeft het ook niet uit de hand te lopen. Ja. Nou. Hoe is het met werken? Goed. Ja, ik ben wel ik ben enorm veranderd. Als mens ook, echt heel erg. Heel, heel, heel erg. Ik zat vol met wrok en schaamte en zwarte gedachten. Mijn wapen was altijd mijn cynisme, mijn sarcasme. En ik was een beetje vrij dominant en redelijk agressief. Niet fysiek, maar ik was heel aanwezig. En het was natuurlijk pure armoede. Hè? Ik wilde de situatie kunnen beïnvloeden. Dus wat doe je dan? Dan kom je binnen en dan zorg je dat iedereen weet dat je er bent. Het voordeel is dat het heel goed werkt en dat mensen je heel tof vinden. Het nadeel is dat het heel goed werkt en dat mensen je heel tof vinden. Dus je houdt het vol, je gaat dat uitbreiden. Dus ik was best wel een hork heel lang. Ik geloof niet dat ik mezelf heel, heel aardig vond, een groot deel van mijn leven. Dat is weg. Ik heb die drang helemaal niet meer om dat te doen. Het is wel zo dat... bijvoorbeeld erg veranderd is. Ik kan me heel slecht focussen. Daarom is Twitter ook zo ideaal. Ik heb dat gewoon op en ding en er komt iets en ik post het en het is weer weg. Werk en concentratie is iets wat nu voor mij hartstikke moeilijk is. Dus ik ben heel erg, ik denk heel versnipperd.
En dat betekent, ik werk 3 dagen in de week. Dat doe ik al een hele tijd. Dat heb ik zo afgesproken. Mm. En dat is goed. Zo werkt dat voor mij nu. En bij Woedend weten ze dat ook. En ik heb voet bij stuk gehouden. En dat kan ook. Daar wordt gewoon een beetje rekening mee gehouden en omheen gewerkt. En natuurlijk is er ook wel eens een dag dat er tussendoor eens een keer iets moet. Dat ik een commercial moet opnemen of zo. Dan doe ik dat uiteraard. Dat is prima. Maar ik heb nog steeds die dagen tussendoor nodig. Op woensdag lig ik vaak gewoon in bed. En lig ik een beetje te lezen. En lig ik te chillen. Niks te doen. Te assimileren of na te denken. Ik heb het een tijdje geleden tegen de directie van Woedend zo gezegd. Het voelt alsof ik een levensgevaarlijk ongeluk heb gehad, levensbedreigend, waar ik nu nog aan het revalideren ben, maar dan in mijn hoofd. Laatste vraag. Gelukkig veel, hè? Ik vind het een prachtig gesprek, maar alleen bij prachtige gesprekken gaat de tijd heel snel, maar ik wil nog 1 vraag aan je stellen. Als nou later, als je heel oud bent en uiteindelijk ben je er niet meer, hè? Ooit. En mensen denken terug aan Ed Marnix Amsterdam, Marnix Pauwels. Wat moeten ze dan zien? Nou, wat mij leuk lijkt is dat ik wel een bepaalde benaderbare ongrijpbaarheid hou. Kijk, ik schaam me helemaal nergens voor. Dat is wat nieuw is aan mij. Ik zit nergens mee. Ik vertel alles. Je mag alles van me weten. Puur omdat ik niet het idee heb dat ik ooit ergens debent aan ben geweest. Alles wat er gebeurd is in mijn leven, wat er bij mensen gebeurt, dat overkomt je gewoon. Leuke dingen en vooral ook kutdingen. Dus ik kan er niet mee zitten. Ik zou het fijn vinden als mensen bij zichzelf de moed kunnen vinden. En dat is, het hoeft maar een klein beetje te zijn. Als ze met dingetjes zitten, als ze met hun depressie zitten. Of een angststoornis. Of allerlei dingen die ingewikkeld zijn, waar heel veel mensen last van hebben. Als ze dat als ze dat durven zeggen. Dat scheelt zo ontzettend veel. Mm. Er is vaak zoveel meer begrip dan je verwacht van tevoren. Mm. Het lucht zo ontzettend op. En herstel begint bij het delen van dat enorm zware probleem wat je hebt. Dus dat zou ik prettig vinden. Als mensen door wat ik post en al mijn dingetjes die ik schrijf en doe, wat meer moed vinden en wat meer zelfvertrouwen krijgen om daarover te beginnen. En daar wat aan te doen. Geloof ik dat het enige is wat ik belangrijk vind. Ik hoop dat meer mensen na dit interview jou gaan volgen. Ed Marnix Amsterdam. Ik vond het, dat was mijn reden om je uit te nodigen. En ik vond het een erg leuk gesprek. Dankjewel voor je eerlijke verhaal. Dankjewel. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van Profile op 7 Digits TV. Kijk voor alle afleveringen op 7 Digits TV of download de app als je onderweg of ergens anders wil kijken. Dankjewel. Hoi.